Best voor soil, microbiële antagonisten en biologische gewasbeschermingsmiddelen praktische informatie. Hallo, ik ben Michael en in deze video zal ik uitleggen wat microbiële antagonisten zijn en hoe ze kunnen worden gebruikt als biologische gewasbeschermingsmiddelen om bodegebonden ziekten te bestrijden. 1 gram grond bevat meer dan 100 miljoen micro-organismen, voornamelijk bacteriën, maar ook antinomyceten en schimmels. De meeste daarvan zijn saprofieten. Dat betekent dat ze dood organisch materiaal afbreken. Slechts een klein aantal kan levende planten besmetten en bodemziekte veroorzaken. Deze worden meestal aangeduid als bodemziekteverwekkers. Een andere groep micro-organismen die in de bodem leven, kan daarentegen onder de juiste omstandigheden een antagonistisch effect hebben op de ziekteverwekkers. Ze staan bekend als microbiële antagonisten. Er zijn vier belangrijke manieren waarop microbiële antagonisten ziekteverwekkers in de bodem beïnvloeden. Als eerste, direct parasitisme en doding van de ziekteverwekker. Ten tweede, concurrentie met de ziekteverwekker voor voedsel of een gunstige habitat of niche. Ten derde, directe toxische effecten op de ziekteverwekker door antibiotica-achtige stoffen. En ten vierde, indirecte toxische effecten op de ziekteverwekkers door vluchtige stoffen die door de antagonisten worden geproduceerd. Compost is het resultaat van de transformatie van organische grondstoffen door micro-organismen. Daarom kan organische stof zeer rijk zijn aan micro-organismen, waaronder microbiële antagonisten. Een belangrijke groep antagonisten in compost zijn schimmels van het geslacht Trichoderma. Zij kunnen cellulose afbreken, een belangrijk bestanddeel van plantaardig materiaal dat gebruikt wordt voor compostering. Aangezien de celwanden van omiceten, zoals Phytophthora en Putiumsoorten soorten ook uit cellulose bestaan, zal trichoderma ook de overleving van deze groep ziekteverwekkers in de bodem beïnvloeden. Een andere groep belangrijke microbiële antagonisten zijn bacteriën van het geslacht Bacillus. Deze zijn hittebestendig en kunnen dus de hoge temperaturen in thermophile composteerinstallaties overleven. Het toevoegen van compost aan een bodem verbetert dus niet alleen de fysische en chemische eigenschappen ervan, maar verrijkt de bodem ook met een potentieel scala aan microbiële antagonisten. Planten voorzien bodemmicroorganismen van voedingsstoffen via hun wortelexudaten. Daarom is de grond rondom de wortels, de zogenaamde rhizosfeer, bijzonder rijk aan micro-organismen. Omdat ziekteverwekkers in contact moeten komen met de wortels om ze te infecteren, is een rhizosfeer met een groot aantal microbiële antagonisten bijzonder nuttig om de planten te beschermen. Vanggewassen en groenbemesters leveren extra voedingsstoffen aan de macro- en micro-organismen tijdens het afbraakproces in de bodem. Dit zal de activiteit van microbiële antagonisten in de bodem verhogen. Weerbare bodems zijn bodems waarin bepaalde bodemgebonden ziekten zich niet ontwikkelen, ondanks de herhaalde teelt van hetzelfde gewas en de aanwezigheid van ziekteverwekkers in de bodem. In verschillende gevallen werd dit veroorzaakt door specifieke microbiële antagonisten in deze bodems. De isolatie. En identificatie van dergelijke micro-organismen maakt het mogelijk om zeer efficiënte microbiële antagonisten te identificeren. Na vermenigvuldiging kunnen ze gecommercialiseerd en op de markt gebracht worden als biologische bestrijdingsmiddelen of kortweg BCA. BCA's worden gecommercialiseerd als gewasbeschermingsmiddelen. In dit geval moeten ze hun doeltreffendheid bij de bestrijding van bodemziekte bewijzen om een registratie te verkrijgen. Aangezien dit proces duur en tijdrovend is, worden BCA's in sommige gevallen soms op de markt gebracht als plantenversterkers, plantenstimulerende middelen, organische meststoffen of soortgelijke producten. In dit geval kan het zijn dat hun doeltreffendheid tegen bodemziekte niet onafhankelijk kan worden geverifieerd. BCA wordt vaak gebruikt om zaden of plantjes te beschermen tegen een vroege infectie door bodemziekteverwekkers. De belangrijkste toepassingsmethode is zaadcoating of het onderdompelen van de wortels met BCA's vlak voor het planten. Het aantal gecommercialiseerde en beschikbare BCA's verschilt per land. Best for Soil zal geen specifieke producten promoten. Maar hoopt de uitwisseling over ervaringen met het gebruik van commerciële BCA producten in de praktijk te bevorderen. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met Best for Soil als u een community of praxis wil opzetten om uw kennis over BCA's te delen.